De VVD-Tiel heeft bekendgemaakt dat Marcel Melissen opnieuw de lijsttrekker is geworden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hij ambieert tevens een tweede termijn als wethouder. Ook D66 heeft zijn lijsttrekker bekendgemaakt en dat is de huidige fractievoorzitter Ton Zuidema. Mocht D66 deel mogen nemen aan een nieuw te vormen college, dan zal Zuidema niet beschikbaar zijn als wethouderskandidaat, zo liet de partij het op weten. D66 zal dan op zoek moeten gaan naar een extern persoon die de wethoudersfunctie kan bekleden.